Deze week maakte de chef van Elk bekend dat hij volgende maand stopt als wethouder in Druten. Nou, het, het heeft te maken met het feit van dat ik uh, hier in Druten uh, al ontzettend lang in de lokale politiek bezig ben. Ik heb de klassieke school doorlopen van raadslid, fractievoorzitter en wethouder. Ik ben laatstelijk vanaf 2010 uh, ben ik wethouder. Ik word in oktober 66 en uh, het leek me een mooi moment uh, om uh, te stoppen en aan andere leuke dingen in het leven te gaan beginnen. Met het feit van dat ik uh, na de verkiezing van 2018. Al heb aangegeven dat ik eh, best bereid was om nog een aantal jaar door te functioneren. Om daarna twee jaar mee te stoppen is het wat aan de korte kant. Maar we zijn nu eh, vier jaar verder en ik denk dat het een goed moment is om het eh, aan een automatisch geschikte opvolger over te dragen. Vier jaar geleden switchte van elk van portefeuille. Hij werd verantwoordelijk voor onder meer zorg en welzijn. Verwachtte hij toen dat dit beleidsterrein bij hem zou passen? Ja, dat is een leuke vraag. Um, wie mij vier jaar geleden had kunnen voorspellen dat uh, de portefeuille Sociaal domein zo'n leuke portefeuille zou zijn... die had ik direct doorverwezen naar de Dure Specialistische Zorg. Uh, inwoners in Druten noemen we wel eens een mensenmens. Dus in die zin was de portefeuille en is de portefeuille... automatisch uh, op mij van toepassing. 37 jaar politiek heeft uiteraard veel momenten opgeleverd... waarvan elk graag aan terugdenkt. Ja, als ik terugkijk, uh, dan uh, denk ik wel dat de laatste vier jaar... Uh, die die portefeuillewisseling zijn heel leuk geweest. Dan heb ik uh, zeg maar het binnenhalen van een hele forse subsidie voor steenfabriek Vogelzang en Deest, heb ik als heel waardevol ervaren. Omdat dat echt een, een cultureel, industrieel uh, object is. Als de woningbouw uh, op tegen de grote woninguitbreidingslocatie, daar heb ik de start voor uh, mogen verzorgen. Ja, dat zijn wel de mooie dingen die me, die me bij blijven uh, hangen. Zeg maar. maar natuurlijk was niet alles leuk. Het overlijden van medewerkers en heel recent het overlijden van onze gemeentesecretaris. Enkele gevallen van, van intimidatie uh, geweest. Dat heb je ook in een gemeente als Druten. De aftredend wethouder geeft de Drutenaren tot slot nog iets mee. Laten we vooral proberen hier in Druten uh, dat gevoel van saamhorigheid. Uh, laten we dat uh, proberen uh, vasthouden.